Yo mensen, Groove van 1.nl, even naar een nieuwe video via. En vandaag ga ik iets doen waar ik zeker spijt van ga krijgen. Maar INB, ik denk echt heel veel spijt. Ik heb 2 jaar geleden een video gemaakt. Ik ging reageren op oude video's. Maar toen heb ik niet video's laten zien die echt heel beschamend waren. Dat ga ik nu wel doen. De reden daarvan, ja, ik heb echt geen idee waarom. Het spijt me alvast voor als jullie allemaal doodgaan straks. Ik ben niet verantwoordelijk. Komt nu een disclaimer in beeld. Ja. Vind je zo'n video zo leuk? Doe zeker een duimpje op deze video. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dat kan hier beneden. En dan abonneer je even en dat is leuk. Dan krijgen we vandaag 300 abonnees erbij. En dat haal ik echt nooit meer. Dat zou echt leuk zijn. Dat doe ik zo. Nou, leuk. In ieder geval, laten we maar beginnen. Ja, oh, het spijt me echt. Ik heb een paar video's klaargezet, waaronder mijn allereerste video ooit op YouTube. En, ja, we gaan maar kijken, maar. Ik verwacht er ook niet te veel van. Wanneer was dit? 30 juni 2012. Deze video staat ook niet meer online. Hier is de herupload, want de vorige was ineens heel slecht. Oké. Nou, laten we maar beginnen. Daar gaan we. Voor de hele nieuwe kijkers. Mijn YouTube-naam was vroeger Doenop.nl. Dat is een DNP.nl. Die intro loop ik niet zo lang door, gelukkig. What the fuck? Er zit al 13 seconden. Naar een intro te kijken. Naar een intro! Oh mijn god. Ja, dit was een maat van die intro had gemaakt. Die er nog achter geplakt. Maar ik wist gewoon niet hoe je het weg moest knippen. Het is echt ongelooflijk. Gelukkig heb ik nu een editor die het wel weet. Hallo allemaal. Ik ben Koen. Oftewel Doenop.nl. En na de super falende video van gisteren. maak ik nu een nieuwe video. Dit is triest. Oh mijn god. Dit is zo triest, jongen. Ik kan er met mijn kop niet bij dat ik dit online heb kunnen gooien. Maar destijds was dit gewoon prima of zo. Besef in de tijd dat ik begon. Toen volgens mij echt net iets daarna begon ook Paul en Fish met commentaries maken. Paul de Kings of King Alert, weet je wel. Je kent hem wel. En die waren toen echt booming. Echt ziek. Dat ik geen één keer gewoon geraakt word. En dat is best wel nice. Want dat is best wel moeilijk. Dit is echt tan toe saai. Maar echt tan toe saai. Ik snap niet dat mensen hier naar kunnen kijken. Oprecht niet. Ik weet niet hoeveel mensen bekeken hebben. 1300 mensen hebben gewoon. Als je voor je me helemaal afgekeken, heb je gewoon 7 minuten van je leven verpest. Wat er gebeurt, zeg ik hier? Ik heb 70 mobs gehaald. Ik heb 17 gouden wapens. Ik ga nu met name voor de gouden wapens. Ik heb alle submachine guns gold. Nou, okay. Jezus. Je ziet dat ik een beetje verdedigend aan het spelen ben. Verdedigend. Ik kijk naar het campen, jongen. Van een kut camper. Ik was hier trouwens net 14. Net 14. En ik maakte dit soort kut video's. Kan je nagaan? Hoe kan dat? Ik wou best wel gaan mijn mob halen. Oh, yes, binnengehengeld. Ik weet niet of jullie dit spel gespeeld hebben, Modern Warfare 3, maar moet ik zeggen, kijk, dat was wel echt een topspel. Oprecht, dat was wel echt wel een topspel. Super blij, want ik moest dus nog een UMP-mode. Ik was super blij, hoor. Ik was super blij. Jezus Christus, was ik blij! Oké, dat was helemaal niks. Laten we doorgaan op zoek naar een andere video. Beugel en straf. Ja, niet weer die intro, wegwezen. Het zijn bovenslotjes. Eerst had ik alleen onderslotjes, nu ook boven. Nou ja, niet... Ik kan helemaal niet meer praten! Hoor dit! Vandaag kan ik niet zo goed praten, omdat ik net een nieuwe beugel heb gekregen. Daar ben ik Antilliaans mee geworden. Nou ja, niet dat ik ooit wel heb kunnen praten. Alleen nu dus nog meer... Oh, ik roast mezelf! Oh my god! En ik wou het gewoon hebben over straf, want... Ik moest vandaag naar school toe, terwijl ik vakantie heb. En dan zul je denken, waarom ga je naar school toe als je vakantie hebt? Ja, dat komt omdat ik met een paar jongens heel stout was geweest. Oh. En we waren namelijk naar het wet gegaan, voor de mensen die weten wat het is. Het is helemaal gewoon een meertje met een strand eromheen. Ja... Het is gewoon eigenlijk een meer. Nou, het wet. Vertel even door! Jezus! En dan gingen we naartoe als een klasseuitje. En toen had een gozer die had een waterpijp meegenomen. En toen namen we allemaal een trekje. En toen waren we gesnapt. Waren een paar jongens brutaal geweest en zo. Toen moesten we. Hoe noem je dat? Ja, wat flessen op gaan halen. Dus wij dachten, oh, dat valt mee, dat is niet zoveel straf. Maar toen kregen we gisteren dus een mailtje van mijn mentor van. Ja, we moeten morgen op school komen. Nou, dan denk je wel van fuck. Dan denk je wel van fuck. Ja, ik weet dit nog wel. Dit was wel kut hoor. Kijk, zo erg is het ook niet. Maar ja, je was in de tweede klas. Dus aan de waterpijp gaat zitten. Dat is natuurlijk ook niet goed. Tijdens klasseuitje is ook niet slim. Zit jij in de tweede klas? Doe waterpijp niet tijdens een klasseuitje, maar gewoon in de klas. Klasseuitje, je krijgt altijd problemen mee. En mijn ouders hadden ook een brief gekregen van de afdelingsleider. Dat ik betrokken was bij het roken van de waterpijp. Nou, dat is ook niet zo mooi. Voor mij waren mijn ouders van, ja... Niet slim. Maar ze vonden met name kut volgens mij dat mensen brutaal waren geweest. Maar dat was ik echt niet geweest. Ja, het viel op zich wel mee. Ik had wel verwacht dat het heel erg zou zijn. Maar het viel wel mee. En, Jezus, dit is echt saaiste ooit. Oké, ik kan niet naar kijken. Volgende video. Ik zit dus te kijken en ik zie gewoon dat ik gewoon fucking Minecraft heb geüpload. Maar wel met iemand. Ik weet niet of die iemand dat ook zo goed vindt als ik dat nu online ga gooien. Dus laten we dat dan niet doen. Ik weet al dit. Ik was hier dus... What the fuck? Mijn oren branden. Besef, ik had dus een nieuwe microfoon gekocht. En toen had ik ineens een zwaardere stem. Door een microfoon. Ongekend. Hoe dan? Maar heel even snel voor de gameplay. Hier begon gewoon wel wat meer te klinken. Dit was gewoon 3 maanden na. Dat was gewoon best wel snel. Ik had gewoon, ondanks dat het nog steeds kut is, was wel gewoon een soort van ontwikkeling. Oh mijn god, dit was cool. Dit moet je zien. Dit was goed. Kijk mensen, echt niet.
Wauw. Even voor de context. Die gast die dit geëdit heeft, was dezelfde als die intro had gemaakt. Die dat dingetje achter de intro had geplakt. En ik was erin met de clip. Yes. Kom op. Yes. Duurt lang, zeg tering. Duurt lang, duurt lang, duurt lang, duurt lang. Yes! Wow! Mami! Get the fucking camera! Jezus Christus, dat goed! Holy shit, wat een wereldsnipe! Fantastisch! Nou, echt werelds. 850 views, onterecht. Hadden echt 800.000 views moeten zijn. Je moeder is overedit. Oké. Oh, jongens. Mijn eerste FIFA-video. Hallo mensen, ik ben Koen. Het is wel op SNL. Vandaag een nieuwe commentaar voor jullie. Tante saai. Nu ik dit heb gezien, doet het me wel denken aan een andere video die ik ook wel even ga laten zien. En ik zeg alvast sorry tegen mijn broertje, want hij was hierbij. Ja, dit was de eerste keer dat ik een goede speler pack op FIFA. Oh, dit is echt ongekend. Oh, hier komt die. Oh mijn god, dit is goed. Wereldklasse speler. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Oh, oh, oh. In vorm, in vorm. Holy shit! Oh! Holy shit! Holy shit, de brand! Oh mijn god! Wat een schappie, joh, hé! Oh shit! Oh, kijk wat een beest! Bram, kom gewoon klaar! Ik ga tattoo stuk! Oh mijn god! Oh! Oh, 4-3. Lekker dan, Koen. Yes. Zie je wel, ik ben de beste pak over. Oh, oh, mijn god. Ik ga zo stuk. Yes. Yes. Ik kan niet meer. Dit was gewoon mijn team. Besef, dit was FIFA 13. Kijk nou wat voor team ik had. En ik had hier gewoon plezier mee. Met Zeko in de spits. En Tyrapt als Cam, die was gewoon goed. Johnson, die vuile pedo, ongekend. Een soort... Oh, oh, sorry, mag niet zeggen, sorry. Ik wil eigenlijk even op zoek naar mijn eerste facecam. Oh mijn god, voordat we... Oh mijn god. Dit heb ik nooit laten zien, omdat ik me hier echt kapot voor schaam. En ik weet ook, op het moment dat Matt deze video kijkt, dat ik gewoon dood ben. Maar ik ga het toch doen. Dit is een parodie die ik gemaakt heb. Oh mijn god, 3000 views. 142 likes, 20 dislikes. Nou, het hadden andersom moeten zijn. Oh, ik kan het eigenlijk niet aanhoren, maar ik ga het toch doen. Dit is echt zo... Dit is het meest cringe dat jullie ooit gehoord hebben gewoon. Dit is zo triest, jongen. Oh, daar gaan we. Oh mijn god, waarom doe ik dit? Oh. En je zoekt je het glitchbot, in oh, de ik ga dood. Natuurlijk met een sniper, maar dat is niet zo gek. Ik zie alleen jouw hoofd en jij ziet mij helemaal. Ik scheld je nu verrot en let niet meer op mijn taal. Ik denk oprecht dat ik nu gewoon nooit meer buiten ga komen. Gewoon nooit meer. Dit... Oh mijn god. Ik weet nog, het eind was nog erger. Zeven man, er is een bang. Maar dat mag niet wat ik raar vind, want ik word er echt gek van. En je zoekt je het glitchbot, In de map! Kijk, dan was mijn dissect toch beter. Die was ook niet goed, maar wel beter dan dit. Oh, mijn rapstuk. Het is een leuk spel. Maar fix die irritante tante spot. Oh, de uithaal komt eraan, jongens. Maar anders gaan we iedereen terug naar het spel. Oh. En wij drie. Oh. Mijn oren bloeden. Oh. Wij drie. Oh. En wij drie. Oh. Yo, echt. Als je nou niet omgevallen bent van de cringe, snap ik het ook niet. Echt. Oh. Ik heb mezelf, mijn eigen leven verpest hierbij. Mensen, zullen we doen dat als deze video 20.000 likes haalt... Nee, dat vind ik te weinig. 25.000 likes haalt, dan upload ik deze hele parodie weer opnieuw. 25.000 likes, dan upload ik opnieuw. Oké, daarna deden we 100 likes is een facecam. En ik had 148 likes, dus hier zal wel ergens de facecam zijn. Facecam video, yes! Oh, daar ben ik! Ik ben Koen het dan op als snel. Vandaag... Kijk hem zitten daar, jongen. De smikkelbeer. Ik was echt klein. Ik zoek meteen een game aan. Nu ben ik groot en gespierd! Dat niet. Hoe had ik het lef om letterlijk die parodie te uploaden. En een week daarna dit. Hoe? Waarom? Beetje lelijk. Of niet, Koen? Vuile Tom Gabby. Nog een feestje, Koen. Je bent cool. Yes. Maar ik had niet heel erg druk. What the fuck? Maar ik had heel erg veel... Nee, ik had helemaal... Oké. Wacht even. En normaal maak ik altijd... Oké. Dit waren toch wel 10 seconden die je gewoon ook al uit had kunnen knippen. Dat is het voordeel van dit soort spellen zoals COD en Fortnite en zo. Daar hoef je eigenlijk niet in te knippen. Want dan kan je gewoon praten, weet je wel. Met FIFA kan het echt niet. Want FIFA is al saai als je het knipt. Laat staan als je het niet knipt. Nee, is niet waar. FIFA is helemaal niet saai eigenlijk. Oh, boven onder de tafel. Ik denk onder is iets makkelijker.
Oké. Onder de tafel, Koen. Ik heb niet alleen met de controller gespeeld, kan ik je vertellen. Dan heb ik echt heel lang, heb ik gewoon kutdingen geüpload. What the fuck? Wat is dit nou? FIFA 13, dat is echt een goed spel. Maar toen kwam natuurlijk de video. Echt een goede video. Nieuwe intro. Yeah. En daar is hij eindelijk. Koen doet serieus. Ga ik praten over geesten. Wat gay. Een Q&A. 30k special. Dit is wel later. Dit is 1 augustus 2015. Dus is 4 jaar geleden. Hier was ik dus 17. Ik ben een paar dagen geleden 21 geworden. Ik ben nu echt tanto oud. Leo vraagt hoeveel subs ik wil behalen. Oh, dit is een goede vraag. Hoeveel subs wil ik behalen in mijn YouTube carrière? Ik denk dat ik ga zeggen 100.000. Nou ja, ik heb natuurlijk nog geen idee hoe lang ik doorga. Maar ik hoop in ieder geval wel de 100.000 te halen. Yes, dat zou gelukt. Super awesome zijn. Mensen, de 100.000 is gehaald. Yes, zelfs met bankzitters. Yes! Maar ik mag nog niet openmaken. Ja, is niet voor mij. Is nou van de bankzitters. J.W. Bogaert vraagt, als ik geen YouTuber zou zijn, wat ik in mijn vrije tijd zou doen. Ja. What the fuck. Koen, jongen, oude maagd. In ieder geval, ik vind het wel mooi geweest. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Oh, ik schaam me echt kapot voor sommige dingen. Het spijt me dat ik jullie Netflix heb gebrand. In ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Doe zeker een duimpje omhoog. Als je mij wil abonneren, dat kan. Klik op dit rondje hier. Wil je een andere video van mij zien? Dat kan ook. Klik dan hier of klik hier. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Zodat ik je al met de volgende keer zeg doei. Later.